Welkom bij KUW. In deze video leggen we stap voor stap uit hoe u het glasmodem aansluit op de glasaansluiting. Laten we beginnen. Kijk waar de glasaansluiting zich bevindt. Deze is verzegeld in uw woning geplaatst. De verzegeling herkent u aan de metalen draadjes met een groen label. Knip de verzegeling eraf. Doe dit alleen bij poort 1. Plaats het glasmodem binnen 2 meter van de glasaansluiting. Zorg ervoor dat er een stopcontact aanwezig is. Verwijder de huls van poort 1 van de glasaansluiting. Haal het lipje eerst een klein beetje naar u toe en schuif daarna de huls naar buiten. Verwijder het beschermkapje van de glasvezelconnector. Hierdoor wordt het uiteinde van de glasvezelkabel zichtbaar. Pas op, raak de glasvezelkabel niet aan. Dit kan storingen veroorzaken. Schuif de glasvezelconnector in poort 1 van de glasaansluiting. U hoort een duidelijke klik als de glasvezelconnector er goed in zit. Gaat het inschuiven stroef, zet dan wat meer kracht. Sluit het glasmodem aan op het stopcontact. Gebruik hiervoor de meegeleverde adapter. Als het modem volledig is opgestart, ziet u deze lampjes branden. Het opstarten duurt maximaal 5 minuten. U heeft uw glasmodem aangesloten. U kunt nu verbinding maken met het internet. Dit doet u eenvoudig in een paar stappen. Zet het apparaat waarmee u verbinding wilt maken aan. Dit is bijvoorbeeld uw computer, laptop of tablet. Om verbinding te maken heeft u de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk nodig. Deze vindt u op de meegeleverde sticker of op de achterkant van het glasmodem. Klik op het icoon voor draadloze netwerken. De beschikbare netwerken verschijnen. Klik op het wifi-netwerk van het glasmodem en vul het wachtwoord in. Klik op Volgende of Verbind en wacht enkele seconden tot het icoon voor draadloze netwerken op verbonden staat. Gelukt? Dan heeft u nu verbinding met het draadloze netwerk. Om gebruik te maken van onze glasdiensten moet u uw glaspakket activeren. Open daarvoor uw browser, typ de URL in voor de activatie en volg de stappen op het scherm. Houd uw installatiehandleiding bij de hand. Wij wensen u veel plezier met internet via glasvezel. Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze website.